Dag 10. Op dag 10 gingen we naar een museum over Pablo Escobar, waar de enthousiaste Mario ons veel vertelde over het leven van de drugsbaron. Let me know in my world something to do with Pablo Escobar, whatever, you know. Maybe put in the cable or something. No, nothing. You just say in my world. Say something. Even Pablo's name, whatever. Open sesame. You know, man. How does he do it? Because you watch it too many movies, man. I think so. Sesame, abracadabra. Okay, guys, please. Follow me here. Ook gaf hij ons een nieuw perspectief. Blijkbaar zijn er veel Colombianen die Pablo Escobar zien als een held. Yeah. So that was Pablo's so-called here, the Colombian Robin Hood. You know, the Paisa Robin Hood. Yeah. They're the only guy who does something for the poor people back here. Smiddags gingen we naar ons nieuwe hotel en verkenden we een parkje in de buurt. Hey Mazzy. Hey. Jij ook hier? Ben jij nou weer hier? Dat heb je niet gezien, man. Zo. Alles lekker? Nee, prima. Ik heb het niet goed voor elkaar. Ja, jij zit gewoon lekker in het zonnetje te genieten, weet je. Chillen. Ja, ik kom even bij zitten, goed? Ja, is goed. Ja, gezellig. Wel op anderhalf minuut. Ja, nee, dat komt goed. Jongen. Ja. Die Mazzy in Medellin. De wereld is echt te klein. Als je goed kijkt, zie je een mattie in zijn natuurlijke habitat. Moet je toch eens kijken, wat een blaadje. Ik denk dat hij me heeft gezien. We moeten rennen. Hierna gingen we naar het centrum van Medellin. De stad heeft veel mooie wijken, maar het centrum van de stad is niet het meest toeristische. Je kan er snel in de verkeerde straatjes terechtkomen. Wel is het een levendig en bruisend centrum met enkele mooie hoogtepunten. Hatsu! Ja, corona, hè?